5 emotionele wonden uit de kindertijd. Bij de meerderheid van de gevallen is de oorzaak iets dat we in de kindertijd hebben meegemaakt, wonden die veroorzaakt worden door een aantal van onze eerste ervaringen met de wereld, waarvan we nog niet zijn genezen. We moeten ons er bewust van zijn en deze wonden niet bedekken. Hoe langer we wachten met genezing, hoe dieper ze worden. De angst om het lijden opnieuw te beleven, veroorzaakt dat we honderden verschillende maskers bedenken die onze voortgang in het leven hinderen. Dit is precies wat we moeten vermijden: verraad, vernedering, wantrouwen, verlating, onrecht. En dit zijn een aantal van de wonden waar Lisa Bourbeau ons voor waarschuwt in haar boek De 5 wonden die ons ervan weerhouden onszelf te zijn. Laten we eens kijken. Verlatingsangst. Verlating is de grootste vijand van mensen die dit hebben meegemaakt in hun jeugd. Stel je voor hoe pijnlijk het moet zijn voor een kind om bang te zijn om alleen te zijn, geïsoleerd en onbeschermd in een onbekende wereld. Het gevolg is dat het kind, als het volwassen wordt, er alles aan zal doen om verlating te voorkomen. Daarom zullen mensen die dit hebben ervaren de neiging hebben om hun partners en projecten vroegtijdig te verlaten. Dit laat zien waardoor ze het lijden blijven ervaren. Deze mensen moeten met hun verlatingsangst om leren gaan, hun angst om alleen te zijn en de afwijzing van lichamelijk contact, omhelzingen, kussen, seksueel contact, leren aanpakken. Deze wond is niet zo makkelijk te genezen, maar een goed begin is om de angst onder ogen te zien, zodat je een positieve dialoog kunt ontwikkelen. De angst voor afwijzing. Deze wond voorkomt dat we onze gevoelens, gedachten en ervaringen kunnen accepteren. De verschijning hiervan in de kindertijd wordt veroorzaakt door afwijzing door de ouders, familie of gelijken. De pijn die wordt veroorzaakt door deze wond voorkomt dat het kind een gezond gevoel van eigenwaarde en eigenliefde kan ontwikkelen. Het veroorzaakt gedachten van afwijzing, van niet gewenst zijn en zelfverlaging. Het afgewezen kind voelt zich onwaardig van genegenheid en begrip, en de angst om dit lijden opnieuw te ervaren leidt tot verdere gevoelens van isolatie. Het is waarschijnlijk dat een persoon die als kind werd afgewezen een verlegen en ongrijpbare volwassene is. Om deze reden moeten we de interne angsten verwerken, die leiden tot paniek. Als dit het geval is voor jou, maak je dan zorgen over je eigen gedrag en neem beslissingen voor jezelf. Elke keer dat het gebeurt, zal het minder lastig voor je zijn als mensen weggaan. En probeer het niet te persoonlijk op te vatten als mensen vergeten je een keer vergeten uit te nodigen. Jij bent de enige persoon die je nodig hebt om je leven te leiden. Vernedering. Deze wond wordt veroorzaakt wanneer we de afkeuring en kritiek van anderen voelen. We kunnen deze problemen bij kinderen creëren door ze te vertellen dat ze dom, slecht of te dik zijn, of door het bespreken van hun problemen in het bijzijn van anderen, iets dat helaas zeer vaak voorkomt. Dit vernietigt ongetwijfeld het gevoel van eigenwaarde van een kind en maakt het moeilijk om een gezond gevoel van eigenwaarde te ontwikkelen. Dit resulteert vaak in een afhankelijke persoonlijkheid.
Daarnaast leren we tirannen en egoïstisch te zijn als een afweermechanisme en zelfs zo ver te gaan om anderen te vernederen om een beschermend schild te creëren. Als je geleden hebt onder dit soort ervaringen, moet je werken aan je eigen onafhankelijkheid en vrijheid, evenals het begrijpen van je eigen behoeften en angsten, samen met het stellen van prioriteiten. Verraad of angst om anderen te vertrouwen. Deze wond wordt geopend wanneer mensen die dicht bij het kind staan hun beloftes verbreken, wat leidt tot gevoelens van verraad en bedrog. Als gevolg daarvan veroorzaakt het een gevoel van wantrouwen dat kan leiden tot jaloezie en andere negatieve gevoelens, waarbij iemand zich niet waardig voelt van de beloften en wat anderen hebben. Het hebben van deze problemen in de kindertijd leidt tot het controlerende persoonlijkheden en perfectionisme in de volwassenheid. Het zijn mensen die alles in vast willen zetten zonder losse eindjes, zodat er niets aan het toeval over wordt gelaten. Als je dit soort problemen in de kindertijd ervaart, voel je waarschijnlijk de behoefte om een zekere controle op anderen uit te kunnen oefenen. Dit wordt vaak versterkt door de aanwezigheid van een sterk karakter. Het is echter een afweermechanisme, een beschermend schild tegen teleurstelling. Dit komt vaak tot uiting in hoe deze mensen zich gedragen, waar hun vooroordelen aan het licht komen. Dit soort mensen moeten werken aan geduld en verdraagzaamheid, maar ook leren om alleen te zijn en verantwoordelijkheden aan anderen over te dragen. Onrechtgevoelens van onrechtvaardigheid worden ervaren in een omgeving waar de belangrijkste verzorgers koud en autoritair zijn. Deze veeleisende persoonlijkheden genereren gevoelens van machteloosheid en zinloosheid, zowel tijdens de kindertijd en als de volwassenheid. Albert Einstein vatte dit idee samen met dit bekende citaat: "We zijn allemaal genieën, maar als je een vis beoordeelt op zijn vermogen om een boom te beklimmen, zal hij zijn hele leven geloven dat hij stom is." Als gevolg hiervan kunnen zij die dit soort pijn ervaren stijf worden en dingen alleen in zwart-wit zien. Deze mensen meestal proberen belangrijk te zijn en grote macht of succes te bereiken. Ze kunnen fanatisme ontwikkelen voor orde en perfectionisme. Ze hebben vaak radicale ideeën, waardoor het moeilijk voor hen wordt om zelfverzekerde beslissingen te nemen. Om dit soort problemen aan te pakken moeten we werken aan achterdocht en mentale stijfheid om te zorgen voor meer flexibiliteit en vertrouwen in anderen. Nu jij de vijf wonden van de ziel kent, die invloed kunnen hebben op jouw welzijn, je gezondheid en de mogelijkheid om je te ontwikkelen als individu, kun je beginnen te genezen. De eerste stap, zoals met alles in het leven, is om de wonden in ons te accepteren, ons toestemming te geven om boos te zijn en vooral de tijd nemen om te genezen. 2003, de vijf wonden stad keep you away from being yourself.